moment. Even iets. Ah, dankjewel. Het is mooi, hè? Het is heel duur. Het is een schapenjas. Heel dure schapen. Langharige. Dankjewel. Ja. Goedenavond. Mijn naam is Christina Bilderberg. Ik heb begrepen dat ik hier vanavond het volk mag toespreken. Nou praat ik normaal nooit met gewone mensen. Dus als u gewoon uw mond houdt en vooral niets terug zegt, vind ik het allemaal net aan doable. Juist. U bent natuurlijk het volk. De grijze massa. Het gepeupel. De goede gemeente, het voetvolk, het schuim der aarde. Het krapule. Het is duidelijk. Ik daarentegen behoor tot die beroemde 1% van de bevolking, de upper class, de high society, de elite, de bemolde, de crème de la crème, het neusje van de zalm. Of, zoals jullie dan willen zeggen, de krent in de pap. Binnen die 1% bestaat er ook zoiets als de bovenlaag. De 1% van die 1%. Zeg maar de top van de top. De elite van de elite. De plus beau monde. Oké. Je hebt mensen die wonen in Monaco en je hebt mensen die bezitten Monaco. Nu is het duidelijk. U hebt misschien wel gehoord dat de rijken alleen maar rijker geworden zijn de afgelopen 2 jaar. En ik wil u daar hartelijk voor bedanken. Ik heb echt een paar hele fijne megaklappers gemaakt met wat farma-vriendjes van me. Heel fijn. Ik heb de mondkapjesboot helaas gemist. Sievert was me net voor. Maar die heeft nu andere problemen. Die kan nu naar het gevangen. Die mag zijn BMW 7 inruilen voor celblok 7. Enfin. Wij van de plu-bommelde, de elite van de elite, wij zijn echt met heel weinig. Dus wij kennen elkaar uiteraard allemaal. Zo ben ik heel goed bevriend met bijvoorbeeld Bill Gates, Jeff Bezos, Elon. Goed zo, Musk, gewoon je mond houden, dat wist ik zelf ook wel. De meeste mensen kennen Elon Musk. Natuurlijk van de Tesla. Hè? De Duitsers noemen dat der Volkswagen. Vind ik leuk. Enfin, u kent waarschijnlijk Musk. Beter van het feit dat hij Twitter wil kopen. Dat was waarschijnlijk jouw kennis, ja. Wij komen dus regelmatig bij elkaar. Hè? Ja, en dan bespreken wij alles wat er speelt op de wereld. En wat wij bespreken is uiteraard top secret. Ik kan natuurlijk wel wat dingetjes vertellen, hoor. Kijk, waarom ook niet? Tijdens die lockdowns, lieve mensjes, was het allemaal eigenlijk ideaal. Geen files,
Hè, zodat je gewoon lekker met je Tesla door kon rijden. Geen toeristen in de stad. Dus al die troep bleef weg, al die rolkoffertjes bleven weg. Het was lekker rustig, prima. En natuurlijk, hè, op een gegeven moment geen volle zalen, maar juist bijna lege zalen. Heel goed, want dat is uiteindelijk precies de bedoeling. Hè? Dat ongeveer de helft van jullie, het gepeupel, overblijft. Want jullie zijn gewoon met te veel. Jullie zijn de klimaatcrisis. Oh, jullie begrijpen het, wat goed. Ja, ik zeg het maar gewoon recht voor zijn raap, hè, dan is het maar duidelijk. Want wij, de elite, zijn verantwoordelijk voor een oplossing. Hè? Dus, als wij een probleem zien, dan lossen we dat op. Zo werkt het, heel simpel. Dus, bijvoorbeeld, het opkopen van al je concurrenten, zodat je een monopoliepositie krijgt. Als je die hebt, dus je bent de enige, dan voer je de prijzen weer lekker hoog op en dan loop je weer binnen. Soms is dat het verkopen van al je aandelen met voorkennis. Leuk als je vriendjes hebt. Dan stort die hele markt in en dan kun je daarna gewoon weer door. Logisch. En soms los je een probleem echt goed op door te zorgen dat de wereldbevolking wordt gehalveerd. Stilte is mooi. Kijk, het is een meerjarenprojectje, dat begrijpt u. We liggen aardig op schema. Het gaat echt de goede kant op. Maar ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat de mensjes dat doorhebben, hè? Dus wij checken alle conspiracy websites, alle internetsites die handelen over wat wij dan wel of niet zouden doen. En dat is heel interessant. Dat is dan hele interessante theorieën. Ja, ja. Bijvoorbeeld over de moord op Kennedy, over wat er precies is gebeurd bij 9-11. Maar ook over de rituelen die wij houden, de reptielmensen, de Great Reset, de aliens waar we contact mee zouden hebben. Ja, en het is allemaal waar. Maar het is niet de bedoeling dat jullie dat weten, begrijp je? Dus hebben wij een oplossing gevonden voor dat kleine probleem. Mensen die dit soort dingen beweren over ons, die noemen wij gewoon complotdenkers. En dat werkt ongelooflijk goed. Zodra je iemand een complotdenker noemt, neemt niemand die persoon meer serieus. Fantastisch. En daar zijn natuurlijk heel wat Nederlanders bij betrokken. Hè? Ja, bijvoorbeeld Ernst Kuipers, die noemen wij Voldemortje. Ja, ja, die fluisteren wij dan in wat hij tegen jullie moet zeggen. En geen haar op zijn hoofd. Sowieso niet. Die zou tegensputteren. Want begrijp me goed, wij hebben informatie over Voldemortje. Foto's die u niet wil zien, ik trouwens ook niet. Enfin, dat. En zo hebben we dingetjes van alle mensen die wij inzetten voor ons goede doel. Ab Oosterhuis, daar weten we ook heel veel van. Jaap van Dissel, Marjan Koopmans. Dat is die vrouw met die processierups boven haar ogen. Natuurlijk, Hugo de Jonge, die heeft zijn schoenen laten maken van reptielmensen, ja. En Mark Rutte uiteraard, ja, die fluisteren we ook het nodige in. En die luisteren we ook af, al jaren, 20 jaar nu inmiddels, ja. Ja, ik ben ermee opgehouden, ik versta het niet, het is allemaal in het Russisch. En natuurlijk BN'ers, hè, die zetten wij ook zo graag in. Om het volk, of het jonge volk, vooral te manipuleren. BN'ers voor de volwassenen en natuurlijk de influencers voor de jeugd. Ja, heel veel BN'ers weten precies wat ze moeten zeggen. Dat hebben wij ze allemaal ingefluisterd voor een vergoeding. Ja, helaas hebben we sommigen moeten laten gaan. Ali B. Marco B. Jeroen Riet B. Die kregen iets te veel publiciteit. Dat vonden we op een gegeven moment een beetje jammer. Dus, die hebben we laten gaan. Voor die drie B's hebben wij nu een opponent, een
kinderdagverblijf gekocht. Daar mogen ze hun tijd spenderen. Ja, achterstandswijken hebben ook talentontwikkeling nodig, hè? Goed. U begrijpt, wij plannen alles jaren vooruit. Ook met dit plan zijn we al jaren bezig. En de volgende stap komt eraan natuurlijk. Zijn we ook over aan het praten. We zijn nog aan het kiezen. Wat zullen we doen? Weer door met die vogelgriep. Maar dat is gewoon niet zo goed gelukt. Doen we die monkeypox? Pakken we dat goed aan? Zodat er weer wat te verdienen valt bij de farma. Of weer een derde wereldoorlog. Want lieve mensjes, jullie begrijpen zelf ook wel. Hè? Oorlog levert ook heel veel geld op. Daar zien wij absoluut poed in. Alfa, ik moet weer vandoor. Ik ga nu naar de familie Rothschild in Monaco. Ik vlieg erheen met mijn privéjet. Ik kan het betalen. En de familie Rothschild is ontzettend leuke, hele rijke familie. Daar heb je echt wat aan. Dus, nou, zijn er nog vragen? Nee. Ik zeg altijd, ignorance is bliss. Ik had het over de klimaatcrisis, hè? Ik heb een leuke tip voor jullie Nederlanders. Koop een zwemvest.